lang geleden dat we zo in de auto zaten. Dat zo? Ik met de knot in en met allemaal wedstrijdsbedacht. Dat is in. Zeker waar. Dat is zeker waar. Ik heb vandaag een oefenwedstrijd bij de KNS. Nee, je hebt een. Je mag een, we gaan een video opnemen. Ja, voor de KNS. Dus dat betekent dat de Arkelhoeven die zetten hekjes neer en iedereen die dat dan wil, die kan dan zo'n proefje opnemen. Dan kan je dan via paardrijden.nl geloof ik of zoiets. Je moet een startpas hebben. Het kost dan vervolgens ook €7,50 om de proef na te laten kijken. En dan krijg je het protocol online. Dus hun kijken online de proef en hun sturen je online dan het protocol. En dan weet je over een paar dagen of je iets punten had, ja of nee. Ja. Maar we gaan dat wel gelijk doen in combinatie met een fotoshoot. Want Erna komt. Dus Tess gaat keurig strak in pak. Ja, want officieel hoef je namelijk niet eens in pak. Echt niet? Nee. Ja, maar dan ben ik echt de enige die daar rondloopt in pak. Nou, weet ik niet. Misschien ja, Daan ook nog wel. Dat zijn Daan en ik, twinning is winning. Precies. Ja, ik wil het niet een routine noemen, maar eigenlijk ook weer wel. Want je moet laten zien hoe ver hoe de neusriem zit. Je moet het paspoort laten zien. Je moet je sporen laten zien. Je laarzen. Je moet alles laten zien. En het proefje. Je mag ook geen één keer uit beeld. Dus ik hoop dat het in één keer gaat lukken. En ik heb er vooral heel veel zin in. Ik ben even aan het wachten op moeders, totdat die terug is met de cap. En dan ga ik denk ik er maar op, hè? Ja. Heb je zin in, Blondie? Ik wel. Ja. Maar als je je knotjes uitgooit, dan krijg je een week geen eten. Dus ik hoop voor je dat je ze erin houdt. Ja? Afgesproken? Ja, ik vind dat dat een ja is. En doe vandaag mijn proefje samen met Miss Blondie. Het is vandaag 21 maart en ik heb er heel veel zin in. Alvast heel erg bedankt voor het kunnen kijken. E, F. Tussen A en K,
tussen H en C. Arbeidsdrang. Tussen F en B. Arbeidsstap. Tussen M en D. Arbeidsstap. B, K. Hand veranderen en de stap verruimen. B, K. Hand veranderen en de stap enkele passen verruimen. Tussen A en F, arbeidsdrang. Tussen A en F, arbeidsdrang. B, E, B, grote volte en de hals laten strekken. B, E, B, grote volte en de hals laten strekken. Tussen B en M, teugels op maat maken. Tussen B en M, teugels op maat maken. C, X, half grote volte links. C, X, half grote volte links. X, B, rechtuit. B, rechterhand. X, B, rechtuit. B, rechterhand. A afwenden, daarna arbeidsstap. A afwenden, daarna arbeidsstap. Tussen X en G, half houden en heel erg bedankt, ik ben heel erg blij met die proef. Dat is zo nice. Want dik een half jaar geleden dat je voor het laatste proefje hebt gereden. Hartstikke goed gereden. Tuurlijk is dat spannend in het begin. Ja. Maar het is wel weer heel goed. Om toch weer te oefenen. Dat je ook weet weer waar we door de week extra aandacht aan moeten besteden. En ook voor jezelf. En dat is gewoon weer, daarom is het niet voor niets dat mensen een wedstrijdritme moeten hebben om comfortabel te worden met wedstrijdspanning. Goed zo, hartstikke lekker gereden. Ik heb net mijn proefje gehad. Ik heb een half jaar geen wedstrijden meer gereden. Ik was eigenlijk al heel ver in al mijn wedstrijdstress kwijtraken. En toen heb ik een half jaar geen proefjes meer gereden. Kreeg ik 2 dagen van tevoren te horen dat ik mijn proefje moest rijden. En kreeg ik in 1 keer heel veel stress. Ik ging als een plank eraf en een plank erop. Zonder dat we de proef hebben ingestuurd, heb ik nu al heel veel dingen waar ik weer aan kan werken. Dus dat is ook wel weer fijn dat we weer iets hebben om naartoe te werken. Maar je vond het dus gewoon helemaal niks? Nee. En waarom vond je het helemaal niks? Omdat ik kreeg er te veel stress van. En als ik stress heb, kan ik niet meer nadenken. En dan rij ik alsof ik weer in de beginnersles zit. Dus nu ga je er lekker afzorgen. Ja. En dan gaan we zo lekker naar huis. Yay. Yay. En Tessa, die heeft gisteren een proefje gereden. Ja. En dat heb ik gisteren in 4K en al op de KNS-lijst gezet. Dat heeft me, nou, zonder overdrijven, denk ik 20 minuten gekost. Dat is natuurlijk wel een vrij groot videobestand. Zeker. Maar? Sa, wat is de uitslag? Ik vond dat hij niet heel heel goed ging. Maar mijn punten zijn er iets anders over. Want ik heb 190,5 punt gekregen. En dat is best wel heel erg veel. Ik ben er super erg blij mee. En ik had eigenlijk niet verwacht. Maar ik ben wel blij dat ik zelfs op een slechte dag nog zo'n goede punt had. Dat betekent wel dat je in de goede categorie zit. Zeker. Want op je slechtste dag haal je nog 190,5 punt. Ik ben er echt oprecht wel heel erg blij mee dat het zo is gegaan. Dat betekent dat we er goed aan gedaan hebben om jou zo lang in de bubbe te houden. De bubbe? Want nu kan je zelfs, als het allemaal niet lukt, gewoon nog je winstpunt rijden. Ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee, ja. Dus dat is super tof.